Hier geeft straks een ronde in de kroeg, joh. Dat ligt mij wel een heel goed ding. Denk je dit dan in je met? Ja. Dus moet ik 9 gulden beuren en geen 8 gulden en 5 cent. Die 50 cent. Die 50 cent die moet ik erbij hebben. Ja, recht op. Ja. Mulder, we zijn woedloesten. De verveerder zegt dat hij recht heeft op 8 gulden 50 en de verveerder heeft gelijk. De vervelende rekent altijd op zich af. Die 5 cent moet ik erbij hebben. Het is zuivere diesel. Ik heb er recht op. Ik wil er niks meer over horen, anders moet je volgende week niet weer. Eerst betalen. Ik schrijf al 3 weken alles voor jou op de nat. Ik heb ook kinderen die moeten eten. Kom terug! Wat heeft je donderen? Zeg, ken je wat er dat die man met zijn, hè? We hebben het vandaag op de tal. Iedereen heeft zijn loon in de buurt. Ja? Iedereen heeft zijn loon in de buurt. Dus jullie kunt betalen. En ik probeer er die stiekem van deur te gaan allemaal. Welke ben jullie aan het doen? Hendrik, voor mij! Dit is al alle mensen ook niet. Ja, ja. Niet zo alleen een boel aan. En wat doe je? Je bent weer aan de borrel. Op u aan hier, wat denk je maar niet? We hebben ja 8 kinderen dus, die wilden wat ze eten. En even soep toe gewoon. Helemaal lekker, dat doe ik hier. Die Hendrik hier heeft 3 bottles hier in druk. Dus die moet ik eerst afrekenen. 4! Wij betalen helemaal niks meer. Wij betalen geen guld, geen kwartie, geen dubbeltje, geen stuiver, geen cent meer aan hem. Mevrouw Knap, die hebben helemaal geen reden om te zeggen van ik betaal het niet. Hij heeft hier bottles te druk, dus die moet ik betalen. Ja, precies. Hij heeft hier wat gehaald, ja. Hij heeft hier zijn loon al gehaald, van de vervelen. Hier in de kroeg. Kan hij dan een barrel drinken, of niet? En die barrel, die betaalt hij weer rechtstreeks terug aan de bevelen. Want jullie bent hier eigenaar van. En weet je wat dat betekent? Dat is winkelnering en dat is bij wet verboden. Mevrouw Klim, ik heb u gewaarschuwd, hè? U hoeft mij niet te waarschuwen. Ik weet wat, u vertelt alles meteen weer aan die vervelen. En mijn Hendrik krijgt straks ontslag. Ja, maar ik ga nog liever dood van de honger dan nog een dag langer voor die vervelen te werken. Kom nog maar weg. Nee, en jullie mag u schaam hier met Sinaal. Jullie mag u schaam. Jullie zijn hier in de kroeg met zo'n grote mond. Maar zodra die verveling hier binnenkomt, is het jouw naam. Jullie pikt alles wat er doet. En ondertussen hebt onze kinderen niks te eten. We hebben eerst met fatsoenlijke kleren. Toen ik al eens een keer die aan stel heb, geen schampampers met elkaar. Die vrouw Klep, maar ze hebben gelijk. Ze heeft gelijk. Je bent goed afhankelijk van die veenboers. Je verdient er goed te weinig.
We hebben, wat hebben we? 240 miljoen? Ja. Voelt er een ja. Ja. Je hebt wel gelijk, hè? Ja. Dat winkeldering is, want wij zijn verplicht om al onze spul in die winkel te verkopen, ja. Die ook van de vervinder is, hè? Ja. 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 En we moeten alleen maar harder werken. Alles wordt maar duurder, maar we moeten niet eens stok terugsteken vandaag. Ja. 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 En vroeger was de lamp nog 2 meter en 40 centimeter. Maar omdat de vervinders het beter uitkomen met die smeerlamp, de lamp 2 meter en 50 centimeter. En je bent 3 meter achter. Ja. Die vervelers, hè? Ja. Dat is ook allemaal hetzelfde. Ja. Want als de ene niet mag, dan kom je niet aan de bak. En met die anderen, die willen dat ook niet hebben. Joost, je kunt nou wel lopen schreeuwen met elkaar, hè? Ja. Maar als wij het niet samen doen, hè, dan gebeurt er helemaal niks. Ik heb alles opgeschreven en als, dat zou die vervelers ondertekenen. En die goed schrikt, dat mag gewoon schrikken. Ja, dat is alles. Ja, 90 cent. Goed zo, jongens. Ja, geld in het veld. Rustig, wat is er aan de hand? Wat is de bedoeling? Bonnewind, wij wilden ons geld, 90 cent erbij. En wij wilden hebben dat die stok terug gaat gieten naar 2,40 meter. Hier in het veld. Dit zijn die ondertekenen, dit zijn onze eisen. En als hij dat niet doet, storen wij niet even voor hun leven. Beste man. Denk toch goed om het. Oh, dat is een Rustig. Ik, Bonne Berends, vervener van Derensvaart, heb mijn zaakjes en mijn, voor mijn mensen heb ik de zaak goed voor elkaar. Ja. Wow. De mensen, rustig! De mensen die in het veen werken kunnen een goed loon verdienen en van dat loon kunnen ze hun gezin goed onderhouden. De mensen,
mensen die dat niet kunnen, dat zijn de luiaards en de dronkaards. Oh, ja. Luister. Ja. Natuurlijk hoeven jullie niet te kopen in mijn winkel. Ja. Maar ik stel er natuurlijk wel ontzettend op prijs. Over het stok waar we het over hebben. Dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Het stok is 2,50 meter, die gaan we niet terugbrengen naar 2,40 meter. Dat is dan 4 jaar zo, dat kan niet langer. Dat gaan wij niet terugbrengen. De turf staat onder druk, dat kunnen we zeker niet verlagen. Gaan we dat doen, kunnen we de turf niet meer verkopen. Hebben jullie een groot probleem. Dan hebben jullie geen werk meer. Dus, mensen, rustig. Ga lekker naar huis, morgen moeten we weer. Ik zal ondertekenen, maar onder protest en onder één voorwaarde. Onder één voorwaarde zal ik ondertekenen, maar onder protest. Morgen hebben wij een vervelingsvergadering in het jachthuis te Lutten. Ik nodig daar een afvaardiging van jullie uit om daar jullie woord te doen. Ik zal nu ondertekenen, maar nogmaals, dit gaat wel onder protest.